In Zeeland zijn de afgelopen 5 jaar ruim 3000 vluchtelingen komen wonen. We kijken mee in de levens van een paar van deze nieuwe Zeeuwen. De vluchtelingen starten op het asielzoekerscentrum in Middelburg. In het oude bejaardentehuis Zwerfrust worden tegenwoordig zo'n 300 asielzoekers opgevangen. Het gesprek van de dag is wie er mag blijven en wie er weer moet vertrekken. Mensen die komen omdat ze werk zoeken of uit een land komen dat Nederland als veilig ziet, worden teruggestuurd. De asielzoekers komen uit veel verschillende culturen en wonen dicht op elkaar. Soms moeten ze maanden wachten voordat ze weten waar ze aan toe zijn. Life yeah, is good, is cool. And we really like the way you people take care of us here. Yeah. It's not easy. With our problems, you can still manage our situation. And because it's not so easy for us running the Tasketa from our previous countries. Down to a place where we can really have our life being secured. So we really appreciate the government for even accepting us in their country. Het moeilijkste is toch dat ze in afwachting zijn van. Mensen zijn in afwachting van een beslissing van de IND of ze wel of niet mogen blijven. Mensen zijn in afwachting van een huisvesting in de gemeente. Mensen leven gewoon in onzekerheid en dat maakt het gewoon voor hun. Ja, heel lastig om relaxed hier te leven. Naast de onzekerheid over hun eigen toekomst is er altijd de veel grotere zorg om de familie in het land van herkomst. Ik zou رجع ما في ما في ما رجع شيء. المخيم كلياته بس طلعوا هذلون الجرحى وبعده ما لسه بعده مع اي. يلا سنة. هذا اللي انت عامل اسمه فكرنا منه راي انا بورجيك kamerindeling proberen we eigenlijk als alleenstaande zijn proberen we eigenlijk de nationaliteit bij elkaar te doen of als dat niet kan in ieder geval dat ze dezelfde taal spreken zodat ze toch ja, een beetje een soort van warm gevoel krijgen hier zo. De bewoners die verwachten dat ze hier mogen blijven doen hun best om Nederlands te leren. Kom, hier, hier zit. Ja, die. Boek. Ja. Die. Ik heb tas. Nou, tas. De boek. De kas. Die boodschappenlijst. De kassa. Dit is mijn bloed. Zo geef ik mijn leven voor jullie. De hele Jezus. Fiat voor het eerste het. Heilig avondmaal. Maria uit Uganda leert de taal via Bijbelverhalen die ze al kent. So whenever I read these books, it helps me to learn the language, not and to understand it, I look into the dictionary. Om de tijd te doden mogen asielzoekers helpen met de schoonmaak van het AZC.
Ze verdienen hier €2 per dag. It's not easy for us to cope sitting down one place because no, before you can feel yourself doing something, you need to have documents. And someone like us, we are not good at sitting down one place. But we did not come here just because we need job. We come here because our place is not safe for us in Africa. De kinderen spreken vaak sneller Nederlands dan hun ouders. Ze helpen hen met het vertalen van documenten die ook voor hen soms ingewikkeld zijn. Volgende week zien we de asielzoekers die mogen blijven verhuizen naar hun nieuwe Zeeuwse stek.